Dat is een hele rare track, toch? Als je hem niet verwacht. En ik denk niet dat je hem verwacht. The Last Train to Transcendental, KLF, 1991. Glenn, wat vind jij ervan? Het doet me echt denken aan 1990. Ik kom zelf uit 94. Ja, nee, maar dat klopt. Ja, het is 1991. Dus ja, precies. Met deze dreunen ben je een beetje opgegroeid. Ja, onbewust hoor je dit. Ik weet niet meer precies waar. Ik kan nooit precies plaatsen. Maar ik weet wel dat dit een tijdje een soort van vibe was. Young Nelg in de studio deed net Diamonds and Pearls live. Ja, en het is je eerste voorproefje van het nieuwe album dat eraan zit te komen. Ja, er zit iets heel moois aan te komen. Maar kom op, we moeten even... Wanneer? Wanneer? We moeten het weten. Ja. Het wordt mijn eerste echte debuutalbum. Dus daar, ik wil gewoon het beste leveren. Wat ik kan leveren. Het klinkt iets als wat veel artiesten zullen zeggen. Maar ik denk, de mensen die mij volgen, ze weten van... Als ik zeg dat ik het beste wil leveren, dan geef ik echt het beste. Dus please be patient. Ja, precies. Jij hebt liever dat het 2020 is en het meesterwerk waar je altijd... op wachten eigenlijk om dat af te leveren, dan dat je het begin volgend jaar dropt. Ja, misschien is het ook al wel over een maand klaar. Oh? Maar misschien ook volgend jaar. Ja, ja, oké. Okay, maar laten we het dan even over het proces hebben. Want je bent naar L.A. geweest. Ja, ik was naar L.A. voor Diamonds and Pearls. We gingen de video schieten daar met Giancarlo en Bear Damon. Was een gekke ervaring. Het was gewoon... ik hoorde een week van tevoren van Giancarlo van... Yo, we gaan naar L.A., we gaan naar de video schieten. Dus... Maar hoe is dat gekomen? Want het is echt heel bijzonder. Ja, ik merk gewoon... In mijn omgeving zitten we gewoon heel erg in een soort van modus van... Oké, gewoon doen, gewoon gaan. En wat op je pad komt, gewoon aannemen. En gewoon daarmee gewoon racen. En toen kwam dit op mijn pad... de optie om in L.A. Video te gaan draaien. En eigenlijk was het geen optie. Het was gewoon wat ik moest doen. Dus toen zijn we gewoon daarheen gegaan. Ik heb letterlijk mijn ticket de ochtend geboekt dat mijn vlucht vertrok. En ik had mijn spullen al klaarstaan. Ik wist gewoon van ja, ik ga sowieso. Maar ik wist gewoon nog niet precies wanneer. En toen ticket geboekt. En toen in L.A. weer een nieuw avontuur begonnen. En dat was dus... de juiste crew verzamelen, juiste mensen vinden. En uiteindelijk gewoon iets wat je terugvoelt, denk ik, in die video... is zeg maar het gevoel wat we hadden toen we daar waren ook gewoon... was gewoon go en iedereen was gewoon euforisch en gewoon crazy. Maar jij zegt de juiste mensen, de juiste crew om je heen verzamelen. Ja. Hoe doe je dat dan? Ga je af op een bepaalde vibe of... vraag je naar referenties of hoe doe je dat? Ja, het is gewoon als ik zie dat je gewoon harde dingen maakt, dan wil ik gewoon. Ik schaam me er niet om je te benaderen dat je gewoon hard bent en dat ik gewoon met je samen wil werken. Soms krijg ik geen respons van mensen. Dat is ook goed, maar meestal gewoon wel respons en dan gewoon direct gewoon schieten, gewoon iets proberen. En ook. Ik heb ook wel geluk met de mensen die ik om me heen heb. Gewoon sowieso al vanaf toen ik begon met muziek maken. Gewoon super creatief. Zorgen heel goed voor me. Dus ze weten gewoon wat het beste is voor mijn visie. En helpen daar heel erg mee om dat gewoon te realiseren. Dus daar ben ik wel echt blessed mee. Ja, je hebt ook... misschien zit je niet alleen te luisteren, maar ook mee te kijken via 3fm.nl/live. Jullie voelen ook wel echt als een vriendengroep. Ja, het is eigenlijk familie gewoon. Het is, Mala, de DJ, Foreign, die ken ik al vanaf de middelbare school. Gewoon eerste klas. Dus met hem gewoon het hele traject van... met school stoppen tot dan in het diepe springen en muziek maken. Hij met zijn kledinglijn. Mala, jij en Benjamin, alle drie met school gestopt. Ja, maar Benny is... Wie heeft elkaar een beetje op... We kappen gewoon met deze Benny shit, man. We gaan gewoon muziek maken. Benny is recent dus ook gesprongen op de boot. Op de college dropout boot. Het is niet per se dat we het willen pushen bij mensen van ja, dit moet je ook doen of zo. Maar het was meer gewoon, ik denk, een bepaalde bewuste keuze van yo man, ik wil deze shit gewoon 100% doen, 100% geven. Dus alles wat daar
helaas niet bij helpt, moeten we helaas even stallen. Stallen, zo zeg ik. Mag je ook wel iets minder cryptisch zeggen? Ja, maar ik wil later misschien wel van een opleiding gaan doen. Ja. Maar. Nee, maar ik snap het ook. Want je bent nu in een soort van storm in positieve zin terechtgekomen. Mm-hmm. Ook met SMIP. Dus je moet het ijzer ook smeden als het heet is. Kan ik me ook voorstellen dat je denkt van nou, anders doe ik later nog een keer colloquium doctum. En dan zie ik het dan wel. Ik ga nu gewoon naar LA video's maken. Doei. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is de mindset. Dat is de mindset. Je staat erom bekend dat je altijd heel goed nadenkt over het verhaal om je werk heen. Ja. Dus Serena, die was helemaal opgedragen aan de zwarte vrouw. Ja. Geldt dat ook voor het komende album? Zit er ook zo'n concept aan vast? Het enige wat ik denk ik echt graag wil mededelen daarover is, ik hou het gewoon tussen haakjes, real. Gewoon dicht bij mezelf. Mensen moeten gewoon in die wereld duiken. De wereld die Nelg meemaakt. Dat is zeg maar wat ik heel graag wil. We zijn gewoon nog bezig met het zo gek mogelijk inpakken van de story. Maar dat komt goed. Ja, over de wereld die Young Nelg heet gesproken. Mm-hmm. Iemand stuurde net een berichtje van, het is wel een beetje een stoute jongen. En ik zat inderdaad ook gewoon zo mee te zingen. Reverse cowgirl, diamonds and pearls. En ik hang ze in je necklace. Nou, ik ben niet zo naïef dat ik niet weet wat je bedoelt met dat je pearls in mijn necklace gaat hangen. Mm-hmm. Maar die diamonds, daar kom ik niet uit. Wat bedoel je daarmee? Soms heb je een vibe te pakken. En dan zijn het bepaalde woorden gewoon. En dan zoek je nog een ander woord wat die vibe ook vertegenwoordigt. Toen was Reverse Cowgirl was gewoon van ja. Ja, dat doe je gewoon soms. Dat doe je gewoon. Dat kan gebeuren, ja. En het hele nummer gaat sowieso gewoon over liefde. Dus ja, waarom zouden we dat gewoon soort van... weet je, we brengen het gewoon classy. We brengen het gewoon op een smooth manier. Dat we ook gewoon liefde... op onze manier gewoon bedrijf of zo, ik weet niet. Maar we brengen het wel gewoon classy. We dachten, ja, je kan het ook soort van heel direct naar mensen toe brengen. Maar dat is misschien iets te... En nu is het soort van heel subtiel zitten erin. Maar het is iets wat iedereen ervaart. Dus op die manier. Dankjewel voor deze hele classy uitleg.